Welkom Lauren Salomons van de Spelen met Engels podcast. Even voor de luisteraars die jou niet kennen, Lauren, zou jij jezelf eens kort willen introduceren? Ja, nou, dankjewel uh, dat je me welkom heet. Uh, mijn naam is Lauren. Ik ben uh, tien jaar geleden, alweer elf jaar geleden begonnen met mijn bedrijf Spelen met Engels. Ik ben in eerste instantie begonnen als, als vakleerkracht. Um, en dat bouwde ik eigenlijk uit tot een, uh, ja, tot, tot een compleet uh, bedrijf waarin ik trainingen geef aan leerkrachten om spelenderwijs en communicatief Engels te geven in het basisonderwijs. Dus hoe krijg je nu betrokken leerlingen van groep 1 tot en met 8 als het gaat om, om Engels? En dat is een beetje in het kort wat ik doe, wat mijn bedrijf uh, doet in het heel kort. Uh, verder ben ik uh, moeder van twee kinderen. Uh, een zoon van uh, 15 en een dochter van 17. Ik ben getrouwd en uh, ik woon in het midden van het land. En ik heb uh, volgens mij uh, het, de leukste baan die er is. Maar ja, dat zullen wel meer ondernemers zeggen. Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Want ik heb een paar uh, van jouw podcast-afleveringen geluisterd. En daar ja. hoor je ook het enthousiasme, het, het plezier wat jij hebt in jouw vak. Dat hoor je in alles door. Dus uh, dat, dat geloof ik zeker als je dat zegt, dat je de leukste ja. baan hebt. Ja. Ja. Hey, deze podcast heet natuurlijk de, de Podcast Masters podcast en ik ben dan ook heel erg benieuwd. Lauren, vind jij jezelf een podcast master? Nee. <laughs> ja, nee. Uh, uh, Nog niet. Ja, wat is een podcast master? Maar bij een podcast master stel ik me toch een beetje uh, degene voor die al wat jaren ervaring hebben en... Ja, Daar al, al echt al kilometers op hebben zitten. Nou, dat heb ik niet. Ik ben pas in uh, afgelopen december begonnen. Nou, het is nu maart. En ik heb inmiddels uh, elf afleveringen opgenomen. En dat doe ik met heel veel plezier. En hier en daar nog met wat, wat vooral technische uh, foutjes. Maar uh, ik, ik noem mezelf nog geen podcast master. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja, want uh, we gaan natuurlijk zo meteen hebben over waarom je ging podcasten voor je bedrijf. En waarom. Ja. Uh, hoe dat zo in je opkwam. Maar ik ben wel heel erg benieuwd van, um, waarom ging je podcasten? Dus bijvoorbeeld geen boek schrijven, ja, dat heb ik ook gedaan. Maar, uh, of vlogs maken. Wat, wat maakte dat je nu specifiek voor podcasten koos? Oké, okay, okay, ja. Nou, dat, dat was eigenlijk heel duidelijk. Dat is sinds, sinds corona, dus sinds vorig jaar maart, april... had ik in één keer uh, de tijd om te wandelen... En toen heb ik eigenlijk pas podcast ontdekt. Dus best wel laat, eigenlijk pas in 2020 dat ik, dat ik podcast ging luisteren. En toen was ik, uh, ja, was ik hoekt. Dus uh, toen heb ik zoveel geluisterd. Nou ja, van jou, van, van Thijs van Lindhout, Kim Munnekom. Uh, nou, alle ondernemers bij elkaar zo'n beetje. Mm -hmm. uh, ook in mijn eigen vak wat, wat dingen geluisterd. En uh, toen realiseerde ik me: god, wat fijn is dit. Dat ik gewoon tijdens het wandelen. En later bleek ook tijdens het stofzuigen, tijdens de badkamers schoonmaken. Alles werd gewoon veel leuker, omdat ik in één keer de podcast had ontdekt. Dus um, ik denk dat dat voor mij een reden was dat ik op een gegeven moment dacht: ja, dit is, dit is een kanaal, um, ja, wat ik zelf nog niet gebruik. Ik heb natuurlijk mijn social media, ik heb mijn blogs, uh, ik heb inderdaad een, een boek geschreven en ik ben bezig met uh, trainingen op basisscholen en ook um, met het ontwikkelen van online cursussen. Maar dit is een kanaal dat ik nog niet gebruik. En ik kwam er ook achter dat um, ik krijg best wel veel vragen krijg natuurlijk van, van leerkrachten per mail of via de social media. En dan kan ik best wel vaak als antwoord geven, ja, kijk eens op mijn site of lees eens die en die blog. En dan denk ik, blijkt dus dat heel veel leerkrachten toch de moeite niet nemen om zo'n blog te lezen. En dan denk ik, nou, misschien is het voor die leerkrachten, is het wel prettiger om gewoon een podcast te luisteren. Waar, waarin ik dezelfde of net iets andere inspiratie deel. Dus dat was voor mij de reden om uh, een podcast te starten. Omdat ik het zelf had ontdekt en het me erg beviel. Omdat ik door had van hey, dat is een kanaal dat ik eigenlijk nog niet gebruik. En wat denk ik voor veel leerkrachten ook een prettige manier is om op, die, op deze manier inspiratie op te doen. Ja. En... ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat ziet. Hè? Want ik zeg altijd, als je al een blog hebt of als je al een boek geschreven hebt, ja dan is er een soort van bal die voor het doel ligt. En je hoeft hem alleen maar in te schieten om je eigen podcast te starten. Hè? Want die structuur, ja, die staat al. De, de onderwerpen heb je al bedacht. Uh, waar nog een heel veel mensen daar nog over zitten na, uh, na te denken of te twijfelen. Um, hoe heb jij dat ervaren? Want je hebt inderdaad een boek geschreven samen met iemand, je hebt een aantal blogs. Um, ja, Was het inderdaad voor jou ook zo dat die doel, bal voor het doel lag en dat je hem alleen maar hoefde erin te schieten? Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat heb ik denk ik letterlijk zo ervaren. Want ik heb natuurlijk bij jou die cursus uh, gevolgd en daar ga je in eerste instantie ook echt in op wat is nou je doelgroep en wat is. Wat spreekt je doelgroep aan en wat zou dan de inhoud zijn? En eigenlijk kon ik dat stuk binnen een half uur, dat, dat was voor mij al helder. Ik, ik heb een hele duidelijke doelgroep. Ik weet wat ze willen, uh, waar ze behoefte aan hebben, wat hun wensen zijn. Ik weet hoe ik ze kan inspireren. Dus dat, dat was voor mij heel prettig, dat ik dat allemaal al wist. En dat het dus voor mij echt puur was van, ja maar hoe, hoe dan? Hoe moet ik zo'n podcast dan starten? Ik heb geen idee, ik wist niet waar ik moest beginnen. Uh, letterlijk inderdaad, de, vooral de techniek. Dus ja, dan, dan is zo'n cursus heel handig. Maar voor de rest vond ik dat heel prettig, dat ik inderdaad wist: hier ga ik het over hebben, over spelen met Engels in het basisonderwijs. Nou, dat is zo'n breed onderwerp. Uh, ja, daar, daar kan ik wel wat uurtjes mee, uh, mee volkletsen. En hoe begin je dan? Want die vraag krijg ik heel vaak, hè, dat mensen toch zeggen, ik weet niet eens goed waar ik moet beginnen. En jij had dus al een boek, jij had al een blog, jij was op dat moment ook al bezig met je online training, denk ik. Je had al workshops gegeven. Um, ja. ja, hoe begin je dan, Lauren? Vertel eens. Um, ja, hoe begin ik? Ik heb echt vooral gekeken naar. Um... Nou ja, wat ik wel, dat, dat komt ook weer uit die cursus, een goede tip is dat je in ieder geval je eerste podcast begint met überhaupt vertellen wie je bent. Want ik denk wel vaak van, ja, dat weet toch iedereen inmiddels wel, maar, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus uh, ja, ik, ik ben vooral begonnen met het, met het uh, wat op papier zet van nou, wat zijn sowieso interessante onderwerpen die, die zo al te binnen schieten. Maar daarnaast ook gewoon uh, via social media vragen aan, aan juffen en meesters. Wat, wat vind jij een leuk onderwerp? Waar zou jij wat meer over willen horen? Ja, dat allemaal een beetje opschrijven, verzamelen. Um, en zodra dan de hele techniek eigenlijk, uh, ja, zodra ik die, die basiscursus eigenlijk had doorlopen, ik had een microfoon aangeschaft. Um, nou, de, 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 de jingle vooraf en daarna had ik uh, in elkaar gezet. Heeft nog heel wat voet uh, in aardig gehad, maar het is gelukt. Mm. En dan is het gewoon een kwestie van gaan zitten en opnemen. Dat vond ik in het begin wel heel gek. Want je, je, hebt inderdaad, je praat niet tegen iemand anders. Het is echt een beetje in het luchtledige ben je aan het praten. En ik, ja, dat, dat vond ik wel eventjes even wennen. Maar op een gegeven moment krijg je dat wel door. En, en denk, ja, ik zit hier eigenlijk gewoon heel leuk te vertellen over mijn vak. En daar inspireer ik mensen mee. Uh, ik, doe, ik doe het met heel veel plezier. En ik neem het ook allemaal in één keer op. Um, en dan hoop ik, ja, dan luister ik het terug. En denk, nou, het is wel goed zo. Het hoeft niet perfect. Ja, dus wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen is: van, doe het stap voor stap. Hè? Ja. Ja, begin stap voor stap. Dat is eigenlijk wel wat ik wat ik je hoor zeggen. Sommige mensen voelen zich dan heel erg overweldigd. Wat, wat, wat zou je daarvoor tip kunnen geven? Nou, ik denk dat sowieso het, het handig is als je inderdaad eerst heel erg helder hebt uh, wie je doelgroep is en wat je wil vertellen. Dat is gewoon het belangrijkste. Want anders wordt het te breed, te veel. En dan weet je niet waar je moet beginnen. Dus ik denk als je dat helder hebt, dat je dan, uh, ja, dan ligt het eraan een beetje waar jij zelf. Je, je, je zwaktes ervaart, zeg maar. Bij mij was dat de techniek. Ja, dan moet je iemand zoeken die je daarbij helpt, weet je. En uh, bij een ander is dat misschien het, het niet zo makkelijk kunnen praten. Ja, dan moet je daar even op gaan oefenen. En, en überhaupt dan je afvragen of dat wat voor je is, podcasten. Maar als je dat echt wil, ja, dan zal je, zal je daar meer aandacht aan moeten besteden... en daarop moeten oefenen. Maar ik zou dat zeker inderdaad stap voor stap doen. En, uh, en, en een beetje uitproberen is het ook, weet je. Ik heb... Een of twee, nou misschien wel drie blogs heb ik, of heb ik eigenlijk gebruikt als basis voor mijn podcast. En dan denk ik hoef ik niet alles uit te schrijven. Um, maar dan heb ik die blog voor mijn neus, uh, waarvan ik denk dat iedereen het al gelezen heeft. Maar goed, dat is dus niet zo. En dan heb ik toch een soort van houvast om, uh, ja, om, om iets te vertellen. En daar komt dan natuurlijk van alles bij. En ik haalde wat af. Maar dat, ja, als je al blog schrijft, is dat ook wel prettig. Dat je, dat je gewoon naar één of twee uitpikt waarvan je denkt, nou, daar zou, kan ik echt wel ook een podcast over maken. En dan op een gegeven moment, ja, wat ik voor mezelf heb voorgenomen ook is van, nou, hoeveel wil ik er ongeveer uh, doen per maand? Wat is haalbaar? En wat, wat, ik vind het vooral belangrijk dat ik plezier heb in mijn werk. Um, en ik dacht, nou, ik heb plezier in mijn werk als ik er uh, minimaal twee per maand doe. Nou, en dat is in december en januari iets meer geworden. En van, in, in deze maand zijn het er inderdaad twee. Dus dat is, dat is waar ik me, mezelf aan probeer te, te houden. Ja, en, want hoe bevalt dat? Nu, nu je hebt besloten om inderdaad twee keer per maand te publiceren. Ja, dat bevalt heel goed. Ja, en het is ook niet zo van, ja, als ik dan een keer extra inspiratie heb, oh, dat kan niet, want ik heb er al twee. Dan doe ik gewoon eentje extra. Mm -hmm. En uh, ik heb iemand die um, het voor mij, hoe zeg je dat, samenvoegt. Dus ja. de, de intro en de outro. Ik stuur gewoon mijn podcast. Zij maakt er een geheel van en ze stuurt het weer terug. Dus nou, dat is altijd binnen een dag. En uh, ja, dan, dan publiceer ik dat eigenlijk ook gelijk. Ja, ja. 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 Dus je hebt gekozen voor uh, twee keer per maand. En wat, waar je ook voor gekozen hebt, is om solo-afleveringen te maken. Nou. Dat, dat nog niet, ja, tot nu toe wel. Maar ik heb al op de planning staan. Maar dat, dat is de, ook de volgende stap in, in, in jouw cursus. Hè. Er is nog een aparte module voor het interviewen en alles. Dus daar, daar kom ik nog. Ik heb wel ook op de planning staan dat ik um, uh, leerkrachten ga interviewen. Ik heb al twee mensen gevraagd. Dat zijn uh, VVTO-coördinators. VVTO staat voor Voegvreemde Talenonderwijs. Um, en um, dat zijn ja, juffen in dit geval die uh, het hele Engelse onderwijs begeleiden op hun school voor groep 1 tot en met 8. En ik ben heel benieuwd, en ik denk met mij, heel veel leerkracht van nou, hoe hebben ze dat nou aangepakt? Wat waren de prioriteiten van de school? Uh, hoe, hoe ervaart het team het om Engels te geven? Wat zijn de stappen die je zet? Dus ik ben ook wel van plan om mensen te gaan interviewen. Leuk. Ja. ja. En wat ik zo interessant vind aan je aflevering, ik vertelde het in het vorige gesprek al eventjes, hè, dat ik aan het luisteren ben en dat ik... ook al ben ik geen leerkracht... want je hebt een hele duidelijke doelgroep... Hè, die basisschoolleerkracht uh, uh, voor jouw podcast. Ja. Um, ik ben dat niet. En toch vind ik het heel prettig... en interessant om naar jou te luisteren. Hoe komt dat, denk je? Oh, dat een goede vraag. <laughs> uh, ja, ik kan, ik kan alleen spreken... Van, vanuit de reacties die ik krijg... natuurlijk van, van leerkrachten. Wat ik heel veel hoor en... en... Dat geldt ook voor de, sowieso voor de live studie, de fysieke studiedagen die ik geef. Maar ook nu ik online cursussen geef. Ik denk dat mijn enthousiasme heel erg uitstraalt. Dus dat, dat, dat is wat ik heel vaak hoor. Oh, ik word zo enthousiast omdat jij zo enthousiast bent. Want je ziet dat je met plezier uh, uh, nou les geeft of les hebt gegeven. En dat je dat nu met zoveel plezier overdraagt. Dus ik denk uh, als je hart hebt voor wat je doet. Dan. Ja, en je straalt dat uit. Dan is dat misschien inderdaad ook wel interessant voor mensen... die helemaal niet zoveel hebben met, met dat specifieke vak. Dus ja, eh, misschien ook oude, hè, als je ouder bent kan het ook interessant zijn. Of moeder of vader van, van kinderen op de basisschool. Van, oh ja, op zo'n manier kun je inderdaad ook eh, lesgeven. En, en, en je kunt het ook breder trekken. Ik denk, het is, het is voor, in mijn geval toevallig Engels geworden. Ik zie dat echt als toeval. Maar bij mij gaat het meer om... Uh, ja, hoe kun je nu naar kinderen kijken en wat zijn hun behoeften, wat zijn hun wensen? En hoe kun je daar nu je Engelse lessen op laten aansluiten? En niet standaard uit een boekje iets leren, maar uh, ja, hoe kun je het voor jezelf leuk maken als leerkracht? En hoe krijg je nou betrokken leerlingen die echt met plezier en lol Engels uh, uh, leren? En ik denk dat ik dat. Dat ik dat uitstraal en dat dat dus ook in de podcast uh, naar voren komt. Dat hoop ik dan maar. Absoluut. Als ik jouw intro al hoor, dan, uh, dan word ik al helemaal blij van je. Dus uh, zeker. Dat is gelukkig. Tijd, naast dat enthousiasme hoor ik ook een hele grote informatiedichtheid, zeg maar, die jij in jouw podcast hebt. Hè? Er zit heel veel ja, informatie in, waardoor um, je jouw uh, luisteraars echt onderwijst op het gebied van ja, spelen met Engels. Mm -hmm. um, hoe... hoe... Hoe ben je op dat idee gekomen om dat op die manier te gaan doen? Nou, ik, ik begon met. Uh, uh, een paar, hè, dat is echt dan weer acht jaar geleden. met die workshop van HolaDA. We doen leuk werkvormen. Um, want dat is wat juffen en meesters willen. En dat willen ze nog steeds. De meest beluisterde af, uh, podcastaflevering is dan ook. Uh, zes werkvormen voor je online. En toen nog online les. Die is het meest beluisterd. Dus die werkvormen, dat is echt waar leerkrachten naar op zoek zijn. Maar. Um, dan blijft het een beetje hapsnap-Engels. En um, ik ben groot voorstander van kwaliteit. En ik denk dat je kwalitatief Engels kunt geven hè, met een doorlopende leerlijn, met, met ja, de, de didactisch getrainde leerkrachten. Uh, en da ja, daar komt dan gewoon een stuk informatie bij. Weet je, dan blijft het niet bij: oh, dan doe je toch deze werk? Dan doe je toch deze. Er zit een. Daar zit een basis achter en daar zit een, een reden achter. Waarom doe ik deze werkvorm? Wat is het doel van die werkvorm? Waarom geef ik op deze manier les? Wat is dan het doel voor Engels in het basisonderwijs überhaupt? En ik denk door die informatie te delen en te, en te geven, ja, hoop ik dat leerkrachten ook gaan inzien: oh, weet je, de, vandaar. Dus daarom doe ik het en daarom is, daarom is het nuttig. Dus dat ze dat ja, dat het niet bij gewoon wat los zand blijft... maar dat Engels echt een waardig vak wordt... net als taal en rekenen en gym. Ja, hetgeen wat je daarover vertelt is dus heel enthousiasmerend... en aanstekelijk, zou ik, zou ik zeggen. Um, ik hoor dan nog wel eens mensen de vraag stellen van... Um, ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn podcast als het ware inspirerend is... en hetgeen wat ik dan uh, uh, betaald aanbied... Uh, dat dat meer informerend is. En ik zou die vraag zo aan jou willen voorleggen van... Hoe zorg je voor de balans tussen ja, wat je wel en wat je niet gratis weggeeft? Omdat ik vind dat jouw podcast zo'n hoge informatiedichtheid heeft. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat vond ik een hele lastige in het begin. En um, ik heb ook echt zitten twijfelen van... ja, hoe ga ik dit nog even aan iemand vragen of zo? Of wat ga ik nou doen? Want ik geef inderdaad zoveel weg. En dan denk je eigenlijk... nou, die hebben geen, die hebben geen cursus meer nodig van mij. Die hebben helemaal niks meer nodig. Want... Ik vertel al zoveel in die podcast, maar ja, daar, ben ik, daar ben ik eigenlijk gewoon een beetje van teruggekomen, omdat ik er dus ook achter ben gekomen dat um, uh, ja, niet iedereen, wat ik al eerder zei, niet iedereen leest die blogs of niet iedereen kijkt naar, luistert die podcast en niet iedereen ziet mijn social media. Daar ben ik ook altijd zo verbaasd over dat ik denk, ja, maar dat heb ik toch gisteren nog gepost. Ja, dat hebben ze dan weer niet gezien. Ik, dus ik denk aan de ene kant, je, je bereikt er een bredere doelgroep mee. En het is echt niet zo dat je dan alles weggeeft. Ik denk juist, uh, en dat merk ik nu ook al wel, um, dat mensen denken: oh, maar die heeft echt iets te vertellen. En het blijft juist niet alleen maar bij oppervlakkigheid en wat leuke werkvormen, maar ik kan echt iets van haar leren. En daar wil ik nog veel meer van weten. Ik wil nog veel meer van haar leren. Dan kan ik wel wachten tot podcast nummer 100. Misschien weet ik dan alles wel. Maar dat is toch anders dan interactief in een cursus... waarbij je uh, videomateriaal krijgt, waarbij je live Q&A's krijgt... waarbij ik gewoon echt een coach ben en echt met jou een traject ga lopen. Dat, dat is dan meer... Ja, dit podcast blijft natuurlijk éénrichtingsverkeer. Ja, ja. Nu dus je... ik, ik zou uh, als mensen... Als, sorry, als mensen daarover twijfelen, zou ik zeggen... gewoon doen. Geef die informatie. Want daarmee geef je alleen maar aan dat je... Dat je weet waar je, uh, waar je het over hebt. En ik dat, denk dat heel veel mensen daar wat aan kunnen hebben. Ja, ja, ja mooi. En um, heb jij bijvoorbeeld. Nou ja, ik ga gewoon de vraag stellen. Heb jij dan bijvoorbeeld gezien dat je minder verkocht. sinds de, jij jouw podcast hebt, uh, hebt gelanceerd. of juist helemaal niet? Uh, want daar zijn mensen dan toch bang voor. voor dat, je, dat je dan een soort van uh, dalletje in je verkopen krijgt of zo. Als je te veel weggeeft. Nee, nee. Nee, dat heb ik niet, uh, niet gezien. Ik krijg alleen maar. Ja, weet je, en ik, uh, dat is misschien ook. Ik, ik, ik ben niet zo. Mijn, mijn, mijn doel is echt. Zoveel mogelijk leerkrachten inspireren. En, en dat is ook. een beetje. Het voelt, het voelt ook echt als mijn missie. Dat ik zoveel mogelijk leerkrachten inspireer. om spelend Engels te geven. zodat ik zoveel mogelijk leerlingen. Uh, ja, kan laten spelen met Engels. Hè. Het was eerst mijn, alleen maar mijn groepen. Toen ik vakleerkracht was, Dat waren dan 20 of 40 leerlingen. En helemaal toen ik nog twee scholen gaf, waren dat er tachtig. En nu probeer ik gewoon indirect via de leerkrachten veel meer leerlingen te bereiken. Ja. En ik denk uh, dat dat, dat je, je doel moet zijn. Van hoe kan ik zoveel mogelijk inspireren? En, ik, en in plaats van hoe kan ik zoveel mogelijk, ja, zo, zo denk ik althans niet, hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen of omzet maken. Ik denk als je andersom kijkt, maar hoe kan ik zoveel mogelijk mensen inspireren? Dan komt, die, dan komt de rest vanzelf wel op welke manier dan ook. En ik heb niet gemerkt dat mijn omzet naar beneden gaat, of dat mensen denken: Oh, ik wou, ik wou je cursus gaan doen, maar dat hoeft nou niet meer, want ik volg je podcast al. Nee, nee gelukkig niet. Nee, nou ja, in ieder geval fijn om te horen. Omdat ik dat wel vaak als reden zie van... Ja, maar als ik dan in mijn podcast al... Um, nou ja, de zes werkvormen of wat je precies vertelt, weet ik niet meer. Maar voor een online cursus, als ik die al weggeef... Ja, dan gaan ze mijn cursus niet meer volgen. Maar dat heb jij ja. toch nog niet gezien. Dus dat kan toch gerust zijn nee. voor luisteraars. Ja, <laughs> ja precies. We zei al eerder van, hè, dat je je doelgroep vergroot. De een luist, uh, luistert een podcast, de ander uh, leest een blog. Uh, de ander doet je cursus. Um, en en uh, hoe, hoe zie je dat? Zie je dat inderdaad ook gebeuren? Want dat was van tevoren, sorry, ik, ik stelde de vraag verkeerd. Van uh, van tevoren wilde je dat? Hè? En je dacht daarover van, nou ja, dat zou wel eens kunnen dat mijn uh, doelgroep daardoor uh, vergroot wordt. Zie je dat ook gebeuren? Dat sommige mensen alleen jouw podcast luisteren en sommigen alleen jouw blogs lezen, bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik niet, niet zo goed. Daar ben ik, ik ben niet zo van de statistieken, dus ik. ik... Daar, zou ik, daar zoek ik nog iemand voor die dat, die dat voor me wil doen. Um, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat er een verschil zit tussen de bloglezers en de, en de podcastluisteraars. Uh, maar ik denk dat ze bijvoorbeeld beide weer op mijn social media uh, zijn. Um, en ik denk dat veel van de, van de cursisten die ik heb. Ja, die weten ook vaak... ook als ik naar een school toe ga... dan weten ze ook vaak niet... oh, heb je zoveel blogs geschreven? Er zijn heel veel leerkrachten die mij mailen met... Uh, nou, ik zoek dit, ik zoek hier materiaal over... of ik wil dat thema... en dan kan ik ze zo vier blogs geven die ik geschreven heb. Dan denk ja... weet je, dus, uh, maar op de een of andere manier zoeken ze dat dan niet... of denken ze, nou, het gaat sneller als ik een mailtje stuur. Dus uh, ja, ik, 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 ik denk dat... Um, dat het, ja, dat, het, dat het elkaar niet in de weg zit en dat dat al inderdaad alleen maar uitbreidt. Maar ik weet, ik weet niet of er, er zullen ook leerkrachten zijn die en de blogs lezen, en de podcast luisteren en mijn cursus volgen, denk ik. Ja. Maar ik heb ook nog nooit gehoord van: ja, maar dat had je al in je podcast verteld, of ja, maar dat stond al in je blog, of ja, maar dat weet ik al, joh, je vertelt drie keer hetzelfde. Dat, dat, nee, dat heb ik nog niet gehoord. Je hebt natuurlijk in je podcast een hoge uh, informatiedichtheid uh, zitten. Heb jij ook wel eens een gebrek aan inspiratie? Um, ja, nou niet op het moment dat ik besluit mijn podcast op te nemen. En dat is weer het fijne dat ik niet die druk heb opgelegd van ik moet elke week of ik, ik, ik moet elke dag of uh, ik, ik doe het twee keer in de maand. En dat doe ik op het moment dat ik inspiratie voel. Eigenlijk, dat gaat vrij natuurlijk. Um, maar ik heb pas ook voor twee weken geleden heb ik het wel op Instagram ook gevraagd van, nou, ik uh, ga deze maand weer twee podcasts opnemen. Wie wil er nog, uh, wie, he, wie heeft er een, een ingeving of wie, he, wie kan vertellen waar die een podcast over wil maken, uh, wil hebben? En toen kwamen er wel uh, onderwerpen naar boven zoals differentiatie en onzekerheid over je eigen taalvaardigheid. Dus die heb ik gelijk ook verwerkt in een podcast. Ik heb nu nog geen gebrek aan inspiratie. Ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Uh, en anders doe ik gewoon een podcast over, over werkvormen. Die heb ik altijd wel. Maar, en nee, ik denk, ik denk, nou wat ik al zei, ik ga ook mensen interviewen. En ik denk, ik heb ook zitten denken bijvoorbeeld, nou misschien kan ik eens een podcast waarin ik een soort van Engelse les geef. En die ze dan gewoon aan kunnen zetten in de klas. Weet je, dat kan ik ook nog doen. Of een prentenboek voorlezen. Uh, dus ik denk dat ik, dat ik voorlopig nog wel genoeg inspiratie heb. Ja, en, en als ik dat niet heb, als ik dat, als ik dat niet heb, dan ga ik niet kosten wat het kost, toch iets opnemen. Want dat, voel, dat voelen mensen, denk ik. Ja, 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 dan komt het niet heel uh, enthousiast of geïnspireerd of uh, aanstekelijk over misschien. Nee, precies. Um... Nu is het zo dat ik ook wel regelmatig de vraag krijg van eh, dat iemand een bepaald onderwerp heeft. Eh, ik noem maar wat, vitamine, b, vitamine B12. Ik wat laatst een jurist. Eh, en die dan toch denkt: van ah, mijn doelgroep is toch wel wat klein. Um, jij, uh, podcast voor echt een specifieke doelgroep, hè? Uh, uh, leerkrachten binnen het basisonderwijs. Heb jij je dat ooit afgevraagd? van, Goh, is dit niet een te kleine doelgroep om voor te gaan podcasten? Nee, heb ik me nog nooit afgevraagd. Pas heb ik ook jouw uh, Clubhouse uh, Room, daar, die podcast daarover gehoord. Nee, dat heb ik me echt nog nooit afgevraagd. Um, want waarom vraag je dat af, denk ik dan? Het gaat erom dat jij jouw boodschap wil verspreiden, dat jij wil vertellen waar jij enthousiast over bent. En ik denk, ja, of je dat nou tegen 10.000 of 100.000, maar als het goed voelt voor jou. En als jij daarmee bereikt wat je wil bereiken, namelijk andere mensen enthousiasmeren voor dat waar jij zo enthousiast over bent, ja, dan heb je je doel bereikt volgens mij. En dan gaat volgens mij ook wel het balletje rollen en krijg je uiteindelijk toch meer luisteraars. Ook mensen die überhaupt, nou ja, als je vitamine B12 noemt, die daar helemaal niet mee bezig waren, maar die beginnen dat dan ook ineens interessant te vinden. En dat geldt natuurlijk ook voor Engels, niet elke school geeft Engels vanaf groep 1. Uh, sommige scholen die doen dat pas vanaf groep 7, de meeste nog. Maar juist misschien doordat ze horen: Oh, er is een podcast over Engels, oh, vanaf groep 1. Nou, dan kun je, kunt, je kunt juist daardoor meerdere mensen ja, je, je doelgroep gaan uitbreiden, denk ik. Dus ik heb daar, ik heb daar geen um, last van of moeite mee. En ik vind het ook niet erg als er, maar, als er maar, maar 50 mensen luisteren naar een podcastaflevering. Nou, ik heb er toch weer 50 bereikt. en... Uh, Fijn, weet je? En ik, ik doe het met plezier. En als ik dat niet meer doe, ja, dan, dan stop ik. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja. Wat vind ja. je er leuk aan? Um, ja, het toch weer op een andere manier uh, inspireren van, van mensen. Dat je, dat je gewoon, waar ik in het begin me nog heel ongemakkelijk voelde om maar in het luchtledige in mijn kantoortje te gaan zitten kletsen. Uh, Gaat dat steeds, ja, is dat nu eigenlijk heel natuurlijk? Ik moet zelfs oppassen, want ik ben nogal veel van met mijn handen praten. En er zijn bijvoorbeeld nu twee podcastafleveringen, waarbij ik kennelijk het snoer van de microfoon te veel heb aangeraakt, of dat het bewoog veel. Dus er zitten best wel veel kraakjes en dingetjes in. En ik ben er echt mee bezig geweest. Hoe komt dat nou? Waar ligt dat nou aan? En, nou, dat bleek dus dat ik een hele gevoelige microfoon heb. Maar dan denk ik, ja, weet je. Ik heb het wel met plezier gedaan en dan zeg ik dat van tevoren. Het, is, het geluid is niet perfect, maar ik ga het ook niet opnieuw doen. Uh, jammer dan. Ja. Welke microfoon heb je gekozen uiteindelijk? De Sure 550 nog wat? Ik weet het niet eens. Nou, op advies van jullie ook. Het kwam in die uh, cursus uh, naar voren. Die, je had verschillende gradaties, hele dure. Uh, en dan helemaal geweldig. Ik denk nou, eerst maar eens kijken wat ik überhaupt vind van dat podcasten en of het me bevalt. Dus dit was een beetje een tussen, tussenmaatje dat ik dacht, nou, dat is een leuke prijs en hij, hij was goedgekeurd door jullie, zeg maar. Dus ik denk, nou, dan moet het goed komen. En wie weet, als ik, hè, als ik echt richting die, die master ga van de podcastmaster, dat ik dan wat meer apparatuur ga aanschaffen. Maar vooralsnog is dit, is dit prima. Ja, nou ik vind zelf dat je geluid ook heel mooi klinkt. Dus vandaar dat ik het even vraag. Dus als mensen inderdaad denken van, nou ja, ik wil ook wel zo'n Sure 5 nog wat. Ja. Dan ik naar je podcast kunnen luisteren voor het geluid. Alleen hij is dus wel gevoelig, geef je aan. Ja, heel erg gevoelig. Ja. Ja. Dus dat zou weer een nadeel kunnen zijn. Ja. Als je ja. dat lastig vindt. Ja, maar goed, als je hem niet te veel aanraakt, dan gaat het prima. Precies, <laughs> ik moet dus echt uh, ja. Ja, mijn handen goed bij mezelf houden. <laughs> ja, precies. Um, je bent in december, uh, heb je je podcast gelanceerd? Heb je nog iets speciaals gedaan rondom de lancering? Of heb je dat aangepakt? Nou, nee, weet je, dat is dan weer, dat had ik achteraf misschien wel wat anders aan kunnen pakken. Um, maar dan ben ik zo, ik ben nogal van het spontaan en ik, ik doe het gewoon. Zo so, so ben ik ook met mijn Instagram uh, stories van, oh, dit is leuk. En dan, voor je het weet, uh, sta ik, ben ik er een story over aan het maken. En datzelfde geldt geld, geld, geld eigenlijk voor de, de podcast. Ik had toen twee afleveringen en ineens had ik het al op social media vermeld. Oh, ik heb een podcast. Ik had het wel van tevoren een paar keer gezegd natuurlijk. Ik ga een podcastkanaal starten. Ik ben bezig met die cursus. En nou, binnenkort, binnenkort. Maar niet daar vervolgens een heel feestje omheen gebouwd met een lanceringsdatum. Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, nou, de, de eerste staan online. Ik had wel op jullie advies ook er gelijk drie, drie online uh, gezet. Um, maar niet een speciaal uh, lancering van gemaakt, nee. Nee, nee. nee. Wat betreft de cijfers, en je had het er net al eventjes over, eh, dat je niet echt heel erg daarin kijkt. Of, of naar podcastcijfers wel, is het meer marketingcijfers waar, waar je niet echt op stuurt? Nou, überhaupt niet heel erg naar cijfers. <laughs> <Okay>. <laughs> nee. nee, zou ik meer moeten doen hoor. Ja, maar dat doe ik niet. Maar toch heb, weet je wel bijvoorbeeld wat de best beluisterde aflevering is. Dus je kijkt er wel eens naar. Ja, dat is dan een beetje... dat is dan het overzichtje wat je hebt in Podbean. En daar kan je dan wel makkelijk zien wat, wat er gedownload is. En, uh, maar dat, dat, is, dat is dan ook alles. Ik weet niet wat er van iTunes komt of van Spotify. of uh, zou ik wel willen weten. Maar ik merk ook dat, dat ik niet een doelgroep heb... die heel makkelijk um, uh, podcasts deelt of reviews plaatst. En dat willen ze wel, maar dan letterlijk van... ja, hoe moet dat dan? En dan gaan ze me mailen, waar, waar, hoe kan dat dan? En waar, hoe moet ik dat dan doen? En dus... Ja, dat, dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Nee. Maar wat ik aan reviews heb, is, ben ik helemaal blij mee. Dus, ja, uh, goed. ja, goed. En qua aantallen, hoe, hoeveel zit je nu ongeveer per uh, aflevering ja, gemiddeld? Nou, pas op uh, denk ik gemiddeld, als ik zo kijk. Gemiddeld tussen de 75 en 100 downloads. Wauw, voor een niche podcast uh, toch wel heel erg behoorlijk. Oh ja, ik heb geen idee. Ah. Ja. Rond de 100, Ja, zeker. Super. Het is ook even voor andere luisteraars om een beeld te krijgen... van ja, wat kun je er nu van verwachten? Wat zijn zo'n beetje ja, ja. normale cijfers? Dus, uh, nou, het... wat ik zei, die, die werkvormen, die waren die is 220 keer uh, gedownload. Dus ah. <laughs> dat is echt wel een verschilletje, ja. Dus ik, misschien moet ik binnenkort weer even wat werkvormen erin, uh, erin gooien. Nee, maar weet je, nogmaals, het is, het is leuk. En natuurlijk uh, is het leuk als daar uh, progressie in komt. Maar ik heb ook heel duidelijk in juni-cursus gehoord... Neem daar de tijd voor, weet je. Denk niet na een half jaar, aan ah, het werkt niet, ik ga stoppen of ik heb haast geen luisteraars. Ik heb echt mezelf voorgenomen, nou ik, ik ga daar de tijd voor nemen en ik zie wel wat er gebeurt. En um, ik ben nu heel erg druk bezig met het ontwikkelen van een tweede online cursus. En ik denk als dat eenmaal staat, hè, da, da, dan, zijn die, dan heb ik twee online cursussen. En is die basis er dat ik me dan ook meer ga verdiepen nou hoe kan ik nou die podcast nog serieuzer gaan aanpakken... En, hoe kan ik voor meer luisteraars gaan zorgen? Dat soort dingen. Dus nu, ik zit nog een beetje in de uitprobeerfase, denk ik ook. Nou, wat, wat slaat aan? Wat vind ik zelf leuk? Hoe, wat zijn de reacties van, van leerkrachten? Ja, ja, ja. Maar ook dat je het zo ziet. En dat je ook gewoon lekker gaat ontwikkelen. Lekker gaat beginnen al met het delen. Want um, kun je ons eens meenemen in het... Um... Ja, proces eigenlijk van goh, ik ga een nieuwe aflevering opnemen, uh, dit en dit wordt het onderwerp. Heb je dan eerst een blog of heb je dan eerst gewoon inspiratie in je hoofd? Hoe, hoe werkt dat? Um, nou, ik denk dat ik dat ik, um, nou ja, wat ik zei, of ik vraag het aan leerkrachten, maar ik heb ook wel een, een beetje een soort van lijstje van waar, waar ik nog met onderwerpen waar ik nog uit kan putten. En dan hangt het eigenlijk een beetje ervan af waar ik zelf zin heb om over te praten. Of wat goed voelt, waar ik me prettig bij voel. En dat is dan het, het onderwerp dat ik kies. Uh, ja, dan zet ik eigenlijk alles klaar. Dan check ik inderdaad, heb ik daar een blog over geschreven? Die zet ik dan wel open. Dan, dan, dan lees ik die blog globaal. Ik schrijf wat steekwoorden op. En um, ook een beetje vooral voor de volgorde. Ik ben zelf nog wel van, van structuur. Dat vind ik wel prettig. En ik probeer het ook altijd aan het eind van de podcast een soort van samen te vatten. Dat vergeet ik soms, maar ik probeer dat, dat wel. Um, ja, en dan is het gewoon een kwestie van de, de microfoon neerzetten en, en uh, de voice recorder. Ik doe het via mijn, via mijn uh, computer. De, de microfoon aanzetten en de recorder. En dan, dan half. Een beetje half van de blog lezen, half van die steekwoorden en, en half wat er in me opkomt eigenlijk. En dan probeer ik er maar één verhaal van te breien. En dat, volgens mij lukt dat wel tot nu toe. En met welke opnameapparatuur neem je op? Of uh, software, sorry? Gewoon van, uh, ik heb uh, uh, Windows. Oké. Okay. Ja. Audio-voice uh, recorder. Ja. 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 Nou, het klinkt en dan, en dan ben ik klaar met het opnemen. Dan stuur ik het naar. De, die vrouw die het voor mij uh, er een geheel van maakt. En die kan dan, die, die denkt wel fijn mee. Dus die zegt soms: van, Nou, dit, dit geluid was wel heel zacht. Het was bij mijn laatste podcast. Toen zei ik: Nou, dat klopt. Want ik zat, ik was om, op een workation. Dus ik was ergens anders. Ik dacht: Nou, dat ligt, ligt aan mijn computer. Maar het bleek dus echt zachter te zijn. En toen zei ze: Nou, dat kan ik wel fixen. Dus dat heeft ze dan hoger gemaakt. Of ze zei inderdaad: van, Nou, hier zit wel een kraakje in. En dan denkt ze even mee met die microfoon waar het aan kan liggen. Um, dus zo, uh, ja, zo maakt zij er een geheel van ze stuurt het weer terug naar mij en dan zet ik het, uh, zet ik het eigenlijk gelijk online tof en haal je daar nog ja, je haalt het natuurlijk ook al uit je blog maar, maar haal je daar nog bijvoorbeeld quotes uit voor je social media of inderdaad een blog of, of snippets van die geluidsfragmenten wat doe je er vervolgens mee ja eigenlijk ja, nu dat zo hoor denk ik oh ja geen <laughs> <laughs> goede tips <laughs> Nee, dat doe ik eigenlijk nog helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel een hele goede tip. En ik denk dat ik dat ook, zeker als ik mensen ga interviewen, dat dat ook echt wel mooie, mooie, dingen zijn om daar inderdaad een soort van uit te knippen en dat weer te delen. Dat doe ik nu eigenlijk nog helemaal niet. Ik post het nu op social media van, joh, er is weer een nieuwe blog. Maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat je inderdaad daar stukjes tekst uit kan halen en die natuurlijk ook kan kan delen. Dat is wel een, een goede. Nee, ja. dat doe, doe ik nog niet. Nee. Maar wat ik al zei, ik, ik, ik ben pas drie maanden bezig. Dus uh, dat soort dingen moet ik nog allemaal... Ik ben ook nog niet klaar met je cursus. Ik ben wel heel ver, maar uh, dat moet ik allemaal nog even leren. Oh, goed, goede tip. Leuk, leuk. En ja, je bent nu inderdaad elf afleveringen verder. Wat is tot nu toe de grootste les of het grootste inzicht... als het gaat over podcasten of over jouw eigen podcast? Hmm, Goeie vraag. Um... Ik denk vooral, ja, de grootste les, als ik even uh, het hele technische stuk uh, uh, weglaat. De grootste les is denk ik dat ik, ja, dat ik niet moet proberen. Uh, dat heb ik, ook, ik heb het ook wel eens geprobeerd, van nou, ik, ik moet nu een podcast opnemen, dus dat heb ik één keer geprobeerd. Maar dan liep het niet, uh, omdat ik eigenlijk Die inspiratie niet had, of omdat dat onderwerp net niet helemaal aansloot bij uh, ja, hoe ik op dat moment me voelde, of wat dan ook. Dus, ik denk vooral, doe maak alleen een podcast. Ja, zo, zo zit ik in elkaar, maar ik weet niet of dat voor anderen geldt. Als je gewoon er echt uh, zin in hebt, als je het goed voelt, als je de inspiratie hebt en als je de, 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 de tools hebt om dat, uh, om dat te doen. Um, en, ik, ik, en ik, wat ik wel heel fijn vind, is toch een soort van houvast. Dus vooraf een overzichtje maken, of dat nou met een blog is of zonder een blog, maar wel een soort van overzichtje van dit is waar ik het over wil hebben. En um, anders, anders wordt het wel heel erg, denk ik, uh, langdradig of je vergeet misschien dingen. Dus, dus dat vind ik wel belangrijke punten. Dat ik sowieso er zin in heb en dat ik de inspiratie voel. En dat ik een soort van stappenplan heb of puntsgewijs heb opgeschreven waar ik het over wil hebben. Ja. ja. Mooi. En dat was hoe je terugkijkt, zeg maar. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe je ook weer vooruitkijkt. Waar staat jouw podcast over vijf jaar, denk je? Nou, dan, dan wil ik toch wel. Uh, ik denk dat ik sowieso nu de enige podcast, het enige podcastkanaal ben op het gebied van uh, Engels in het basisonderwijs. Je hebt natuurlijk wel uh, verschillende podcasts over uh, het basisonderwijs en ook over meertaligheid, maar niet die combinatie, denk ik. Um, en ik hoop dan toch wel dat ik word gezien als, uh, als dat mijn podcastkanaal wordt gezien van, nou die moet je geluisterd hebben, daar moet je geweest zijn, dat moet je gehoord hebben, want ja, dan ben je helemaal op de hoogte en dat ik, uh, dat ik een heel inspirerend kanaal ben voor, voor zoveel mogelijk leerkrachten. Dat is wel wat mijn doel is en misschien ook wel voor, voor het voortgezet onderwijs, want ik denk dat daar ook nog best wat te leren valt op het gebied van uh, spelende wijze Engels leren. Uh, dan hoop ik toch zeker ook wel... ik ga geen getallen noemen... want dat, daar heb ik gewoon te weinig nog zicht op... maar uh, wel wat meer luisteraars te hebben dan nu. En vooral ook hoop ik meer, meer reviews... of dat het meer gedeeld wordt. En dat is dan niet zozeer om, om mezelf op de borst te kloppen... maar meer dat ik denk... ja, weet je, jongens, je, je doet het even tijdens de afwas... of tijdens het stofzuigen... of tijdens het huiswerk nak nakijken... Of, of tijdens het, uh, het nakijken werken... dat je aan je bureau zit in de klas nog... Even inspiratie opdoen voor Engels. En je hebt uh, voor de volgende week of de volgende dag. heb je weer uh, wat leuks voor je Engelse les. Dus dat, dat vooral ook. Dat, je dan, dat ik een, een grotere doelgroep. Uh, dat nog bereik. Ja. ja. Wat zou je podcastmakers in spe willen meegeven? Ja, want je hebt het uiteindelijk. had je het idee. Je hebt het nu gedaan. Nou, er zijn best wel veel mensen die het willen. maar uiteindelijk toch gewoon niet beginnen. Wat, wat is jouw belangrijkste tip voor hen? Ik zou er eerst achter proberen te willen komen waarom, twijfel ik nog. Uh, en als dat eigenlijk redenen zijn die je voor jezelf weg kunt nemen, zoals in mijn geval was het echte techniek, maar het kan ook zijn, ik twijfel nog omdat mijn doelgroep misschien niet duidelijk is, of zitten ze wel op me te wachten, of nou ja, ik weet, je kan natuurlijk verschillende twijfels hebben. Dus wat is de reden dat ik het nu niet doe en, en is dat een gegronde reden? Uh, zo niet. Dan moet je gewoon je angst overwinnen en het gewoon gaan doen. Dat is de tip die ik, die ik heb. En dan niet met allemaal uh, al voorafgestelde doelen. Van dan moet ik zoveel luisteraars en dan moet ik de twintig afleveringen de maand. Gewoon kijken wat past bij mij. Wat voelt goed? Wat past bij mij? Uh, wat past bij mijn doelgroep? Uh, wat heb ik te vertellen, en, en dan maar gewoon gaan uitproberen. Dat is hoe ik het ook ben gaan doen. En daar heeft jullie cursus echt wel bij geholpen hoor. Dus zonder dat ik. Het lijkt wel of ik. Uh, alsof, <laughs> alsof je me er met haar geld voor geeft. Noem mijn cursus maar een paar keer. Maar het is, <laughs> het is niet zo. Maar ik heb daar wel echt heel veel aan gehad. Want het hielp mij net over die drempel. Want ik dacht, oh, leuk, podcast. Maar ja, ja dan weet ik niet hoe ik dat moet doen. met die intro en die outro. En dan. Uh, dus als je dat eenmaal, als je al die beren op de weg, als je daarbij bij de hand wordt genomen of als je die niet meer hebt, dan pas kun je daarachter komen, vind ik het leuk om te podcasten en, en hoe leuk vind ik het dan en hoe ga ik dat mijn eigen maken. Dus ja, doe het stap voor stap, kom er eerst achter wat je, wat je angsten zijn en of die gegrond zijn en zo niet, kom over je angst heen en ga het gewoon proberen, ga het gewoon doen. Ja, leuk. Want je zag best ja. wel op tegen de techniek ook. Hè? Dat heb je uiteindelijk toch wel overwonnen. Hoe heb je dat gedaan? Um, door, uh, nou ik heb door de verschillende dingen, uh, doordat jullie al heel veel wegnamen van dit kun je aan microfoons doen, dat kun je zo doen. Dus dat was al heel prettig, dat ik niet in, ja, in die weerwar van mogelijkheden, daar kom je niet uit als je er geen verstand van hebt. Dus het is al heel prettig als dat op een rijtje staat. Um, en daarnaast is het zo, toen ik mijn eigen intro en outro en dat alles moest gaan doen, heb ik echt wel een poosje zelf zitten hannesen. Ja. Met een muziekje wat mijn zoon zelf had gemaakt, maar dat was dan weer te kort. En toen had ik weer muziekjes gekocht, maar die vond ik weer niet leuk genoeg. En daar liep ik mee. En toen moest ik nog mijn stem erop zetten. En toen dacht ik: Dit is dus niks voor mij. Dit, dit gaat niet werken. Dit kan ik niet. Dit vind ik niet leuk. Misschien kan ik het wel leren, maar het kost me nu te veel tijd. Um, en toen heb ik besloten, van nou, dat moet ik dus uit handen geven. Ik moet vooral, en zo denk ik met alles in mijn bedrijf, ik moet vooral alleen de dingen doen die ik leuk vind en waar ik goed in ben. Mm. Waar ik niet goed in ben, kan ik proberen. Maar als dat te lang duurt, dan ga ik het uitbesteden. En dit duurde te lang. Ik was te veel bezig om mijn stem goed te krijgen met dat muziekje. En dat het dan precies stopte uh, met, met die, ik wilde het eindigen op een beat. Nou, dat lukte niet. En daar liep ik zo mee te handen. Dus toen ben ik gewoon gaan, uh, gaan zoeken naar iemand die dat wel kan. En uh, toen was er voor mij zo'n last van mijn schouders. Ah, dat daar hoef ik me niet meer druk om te maken. Mm. Dus dat is heel fijn. En uh, zo, zo, zo kun je dat denk ik wel oplossen. We, wat techniek betreft, kan natuurlijk niet met qua inhoud dat ze het echt zelf moeten doen. Maar qua ja, techniek was dat voor mij een hele fijne oplossing. Ja, nou hartstikke fijn dat je dat ook ja. even deelt. Want er zijn gewoon heel veel mensen die opzien tegen de techniek. Dus, uh... Ja. Nou, hartstikke goed. Zijn er nog um, zaken ja, rondom je podcast of andere zaken die je wil meegeven misschien aan de luisteraar die of die onbesproken zijn in dit gesprek die je nog graag wil toevoegen? Of wil je nog iets meegeven? Nou, als je, de, ik, ik kan me ni niets bedenken wat ik zou willen toevoegen, maar ik kan wel zeggen, als je inderdaad twijfelt over het maken van een podcast of als je denkt, nou, ik ben begonnen, maar ah, ik weet het niet. En, uh, ik heb helemaal geen luisteraars. Of, uh, dan zou ik zeggen, ja, gewoon even volhouden en, en doorgaan. Want ja, als je, tenminste, als je het met plezier doet. Hè, als het echt niet goed voelt, moet je het niet doen. Maar ik denk, je bent niet voor niks een podcast begonnen. Of je twijfelt er niet voor niks over. Dan, dan is het iets wat je toch aantrekt. Dus dan zou ik zeggen, even, even volhouden. En, en het vooral met heel veel plezier um, gewoon doen. Gewoon ja. gaan doen. Oh, wat een goede. Ja. <laughs> Geweldige uitsmijter, dus ja, ja dat, dat is ook zo. En, en we hebben vaak zoveel beren op de weg die je ook zo mooi hebt uh, omschreven in dit interview. En ja. ik vind het ook ja, een enorme inspiratie ben je dat je dit uiteindelijk toch gestart bent. En dus ook op zo'n mooie manier jouw kennis en jouw enthousiasme met jouw podcast uh, De Wereld in Slinger. Dus ik wil je daar heel erg voor bedanken, Lauren. Nou, graag gedaan. Jij ook bedankt. Super leuk dat je weer keek naar een aflevering van de podcast Masters Podcast. Dankjewel. Wist je dat je heel simpel kunt abonneren op dit kanaal? Klik onder deze video op de rode abonneerknop en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Ben je door deze aflevering nu enthousiast geworden? Wil je nu eindelijk ook je eigen podcast starten? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast-stappenplan waarin je op 1 a 4 Jouw eigen podcast start. Ook als je nu nog niet zo goed weet waar je podcast over zou moeten gaan. of als je jezelf afvraagt. ja, zit er eigenlijk wel iemand op mijn podcast te wachten? Misschien zie je op tegen de technische shizzle. ga naar meeromhegger.nl/slash stappenplan. en daar download je het stappenplan helemaal gratis.